Hi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Fietsenwinkel Barendrecht. Vandaag gaan we hebben over de MIC bagagedragers en de MIC producten. Ja, kort gezegd, MIC is een heel mooi kliksysteem waar je dubbele fietstas, je bagagedragertas, je mand, je krat erop kan klikken en weer los kan halen. Tegenwoordig heb je ook de MIC HD bagagedragers waar je een kinderzitje erop kan plaatsen en weer eraf kan halen. In deze video gaan we dus alles erover vertellen en welke producten je daarmee kan combineren en wat de mogelijkheden zijn. Het MIC-systeem. Veel mensen kennen het nog niet. Daar denk je niet als eerste aan als je bijvoorbeeld naar een e-bike op zoek naar bent. En er wordt ook niet heel goed, zeg maar, in de winkels, merken we, uitgelegd. Mensen komen met een fiets die ze hebben aangeschaft. Niet bij ons bijvoorbeeld, wel bij een collega-dealer. En ze komen en ze zoeken een nieuwe fietstas en dan geven we aan van oké, weet je wel dat een MIC systeem op jouw bagagedrager zit? En meestal beantwoorden ze die vraag met een nee. Dus vandaar deze video, zodat het wat meer duidelijk wordt wat MIC is en wat je er allemaal mee kan doen. Het is een heel mooi, ja, innovatief systeem waar het gemak en het kliksysteem eigenlijk voorop staat. Je dubbele tas, je bagagedragertas, hondenmand, je fiets, je kinderstoel, die kan je dus erop klikken en kan je weer afhalen. Nou, voor die laatste kinderstoel, daar is MIC met een nieuw systeem eigenlijk gekomen. Het MIC HD heet het. Nou, het is niet echt een nieuw systeem, maar het is een bagagedrager die eigenlijk aan de ISO-normen doet voor kinderstoelen. En voor bagagedragers. Dus de bagagedrager is eigenlijk helemaal gekeurd en getest daarop. Dus qua veiligheid hoef je daar geen zorgen over te maken. En dan heb je kinderzitjes van bijvoorbeeld Urban Icky of het merk Bobike. Die hebben een MIC adapter. Nou, dat MIC adapter die onder een kinderzitje zit, die zorgt ervoor dat je een kinderzitje makkelijk op je bagagedrager kan klikken en kan afhalen. Nou, de meeste kinderzitjes die niet MIC hebben een bagagedrager bevestiging. Nou, die kan je dus op een bagagedrager draaien en weer losmaken. Het is wel makkelijk, maar het is niet te vergelijken met het MIC-systeem, wat het heel eenvoudig maakt en heel snel maakt om een kinderzitje erop te zetten en weer af te halen. Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan wellicht een fiets hebben waar een bagagedrager niet van MIC is. Nou, dat kan je volgende doen. Je kan een MIC bagagedrager erop laten zetten of een zogenaamde MIC carrier plaat op laten zetten. Op je bestaande bagagedrager zet je dus een MIC plaat op en daar kan je dus een dubbele fietstas erop zetten. Dus je hebt twee producten. Je hebt de MIC carrier plaat of de MIC bagagedrager als je een bagagedrager van MIC al hebt. En aan de andere kant heb je de MIC adapter. Nou, de MIC adapter zet je op een fietstas. Er zijn fietstassen die al voorzien zijn van een MIC adapter. Voornamelijk het merk Basile heeft zo'n adapter, maar je kan de adapter ook los aanschaffen en op een bestaande fietstas zetten. Let wel daarbij op dat de fietstas wel de gaten daarvoor heeft, want die plaat vestig je door middel van vier schroeven op zo'n fietstas. Verder is MIC ook met een nieuw adapter gekomen, een zogenaamde dubbeldekker. Je kan een dubbele fietstas erop zetten op een MIC-systeem en de dubbeldekker kan je op je dubbele fietstas zetten en daarop kan je weer iets anders zetten, bijvoorbeeld een hondenmand of een bagagedragertas, als je nog meer ruimte eigenlijk wilt. Nou, die dubbeldekker is daarvoor bedoeld. Nou, verder heeft MIC ook accessoires zoals een sleuteltje. Veel mensen denken dat is een sleutel om de tas op slot te zetten. Maar dat is het niet. Dat MIC-adapter haal je eigenlijk met je vinger. Kan je het ook zo afhalen, maar sommigen vinden dat lastig. Het sleuteltje kan je dus zo in je adapter steken en dan kan je wat eenvoudiger de tas van je bagagedrager afhalen. Waarom heb je geen slot op zo'n tas? Dus als ik het makkelijk kan afhalen, kan een andere ook doen. Nou, dat klopt wel. Alleen in de praktijk hebben we tot nu toe eigenlijk nooit gehoord van mijn tas is gestolen. Er zijn wel dure tassen, de meeste tassen zijn rond 100 euro. Maar je zou net moeten weten dat dat een kliksysteem is dat je dat eraf kan halen. En de risico heb je altijd ook met je normale dubbele fietstas. Die kan je ook met een schaar eigenlijk zo die bandjes openknippen. Dus als iemand het wil, zal die dat sowieso wel doen. Maar tot nu toe hebben we dat eigenlijk niet gehoord dat een tas van MIC gestolen is.
Ik hoop dat dit wat duidelijk is. Mochten jullie vragen hebben, kan je ze natuurlijk altijd in de comments onderaan deze video stellen. Vond je deze video nuttig en leuk? Zouden we het waarderen om deze video te liken? Abonneer op onze kanaal om meer van zulke video's te zien. We maken zo nu en dan video's over e-bikes en alles wat met e-bikes eigenlijk te maken heeft. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video en tot de volgende keer.